Op de Berkt wordt op alle fronten gewerkt. Maar manager Richard heeft een probleempje. Een van zijn arbeiders is zwak, ziek en misselijk. En wie bel je dan? Hold on. Listen, we have a little problem with the machinist. He's going home, sick. Oké, okay, but no problem. Little boss Mark is coming. And he can help with the minikraan. Oké? Okay? Good? Oké, okay. I call him. He's coming to help you. Oké, okay. Good. Thank you. Oké. Okay. Volk. Hey, Mark. Er was iemand ziek. Ja, klopt. De machinist is ziek naar huis gegaan. Dus we hebben wel nu iemand nodig die even op de minikraan kan om de caravan te slopen. Ja, ik kan wel op de minikraan, maar als jij zorgt dat er een raampje open is... Ja. Dan kan ik wel zien, maar nou is je half open. Ik ga hem even openzetten voor je. Helemaal goed. En als jij even mee wilt helpen, ben ik je heel erkentelijk. Nou. Jo. Waar is toch mijn caravan? Nou, vooruit, de raam open. Dan kan ik aan de gang. Oh, kijk maar, handen en voeten. Ja! Ja, niet dat je daar in één keer naar... Ja, hij klapt al naar beneden. Ja, die zit goed. Niet dat je daar naar beneden valt, Richard. Ik denk het niet. Nou, vooruit met die geit dan. Ja? Ik loop even om, ja? Ja, dat is goed. Nou, Mark. Dan ben jij aan de beurt, hè? Ben jij aan de beurt? Ik hoop voor jou dat de raam goed vast zit. Ja, dat raam dat zit wel vast. Oh. Wat ho? Voordat je begint. Voordat je... Ja, ga maar van zitten. Voordat je begint. Wacht eventjes. Je hebt een bouwhelm, maar die heb ik niet nodig. Ja, dat moet. Nee, ik niet in de krantje. Ja, die heb ik niet nodig. Ik zit in een kraantje, Richard. Ja, hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet, nee. Voor alle zekerheid niet? Leg hem maar even daar neer, joh. Je weet het niet, hè? Nou, Mark. Kunnen we dit stuk helemaal weghalen? En die dakdelen... Moet... De dakdelen moeten even apart. Ja, dat snap ik. Die worden apart opgehaald. Ja, ja. Start your engine. Gas erop. Zie je? Gaat goed. Voor de helm. Richard, zo werkt het niet met een raam. Daarom had je ook een helm op. Ja, maar de raam daar zou wel open moeten kunnen. Nou, je weet het nooit, hè? Veiligheid voor alles. Richard, je weet het wel mooi te verkopen. Nou, start your engines. Die helm die past nou niet meer op. Dat dakraam. Ja, dat geef ik niet voor je haar. Ja, kom maar. Jongen. Je kan het niet werken, man. Wat heb je nou weer gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan, man. Zorg gewoon nou spullen in orde zijn, ja. Ja. Ja, laat maar zo. Ja? Start your engines! Catastrofe. Terwijl iedereen zich de tandjes werkt, heeft de man die het altijd zo druk heeft, tijd zat om te lopen shoppen. Binnenkort verhuist hij naar een nieuw stulpje en zijn meest recente vlam mag alvast een vloertje uitzoeken. Hallo. Rust, Mark. Ja, fantastisch. Dag, Wendy. Hi. Hoe is het? Hi. Hey, nou, goed. Speer. Dat is mijn vriendin. Hi, Wendy. Hoi. Ja, lekker wijfje, hè? Op het terras liggen veel te kruimige keuken of tegels eigenlijk. Dat is helemaal niet mooi. Dat moet anders. Nee. Dat gaat eraf. Het zijn nog kleine tegels, dus we gaan andere tegels uitzoeken nu. Ja, dus de flats of zo. Ja. Ja, dat vind ik ook. En grotere tegels, dat is mooier. Grotere tegels, ja. Het liefste iets van 80 bij 80, dat vind ik mooi. En dan, ja, Peter, het is alles groot, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Zullen we een rondje maken, of niet? Ja, dus laten we eens even rondkijken. Je hebt een hoop tegels, hoor. Oh. Ja, hier heb ik toch nog wat tegels, maar ja, allemaal grijs en beton. Nee. Nee, dat is niet mooi. Verder kijken. Dit zou nog kunnen? Ja. Ja. Wat vind je dan? Nee, vind ik niet zo mooi. Nee. 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 Verder kijken. En door. Deze heb ik gezien. Die vond ik ook wel mooi. Oh, die vind ik wel leuk, of niet? Ja, er zit tenminste ook wel leven in, zeg maar. Ik vind het een beetje op een zeildoek lijken. Mag ik dat zeggen? Of is het... Dat heb je al gezegd. Ja, of zeg ik dan niet? Oh, mag ik alles wil dat zeggen, niet afkraken, maar nee, dit vind ik... Ik kijk eerst naar de prijs en dan vind ik hem mooi of vind ik hem niet mooi. Ja. Ja. Nee. Verder kijken. Als we hier in de rij kijken, dan is deze hul wild. Ja. Een beetje dat natuursteen effect.
is voller van kleur. Kan die ook plat? Ja, Wendy houdt wel van plat, of niet? Ja, hartstikke plat. Het is wel een hele mooie kleur. Ja. Past ook wel een beetje bij de binnenvloer, of niet zo? Ik vind het een mooie tegel. Ja, ik vind die ook wel heel mooi. Maar ja, ik denk dat we eruit zijn dan. Ja, deze is wel heel mooi. Nee, maar als jij snel kan leveren en snel kan leggen, want dat is eigenlijk wel het voornaamste. Ja. Normaal gaat het bij mij altijd over de prijs, maar dat vind ik nou niet zo belangrijk. Het moet eigenlijk snel klaar, omdat ik er snel in wil met Wendy. Of hem? Ja. Ja. Ja, het bed komt als eerste, dat is ook het belangrijkste. Ja. Hartste flats. Hartste flats. Ja. Mooi hoor. Op Park de Bert mag het zoontje van de baas zich een dagje uitleven. Er moet een oude caravan gesloopt worden. Met een beetje doorzettingsvermogen luk je dat met een nagelschaar. Maar nu is er grof geschut in stelling gebracht. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben een aanwijzing aan het geven. Ja, maar kijk allemaal niet naar jou. Ik weet al een kern vanaf me brengen. Oké, pak hem ook zo even deze punt nog eens. Ja, komt goed, jongen. Ga maar aan de kant. Starten! Aan de kant, kijk. Start your engine! Richard, ja? Mag ik me eigen afvraag? Worden die anderen erin al? Die wacht even tot jij een stukje daar neer hebt gelegd. Dan gaan hun vanaf daar gaan ze opruimen. Oh, maar dan zal ik alvast maar neerleggen. Ik kan dus beginnen. Ja, dat is goed. Ik kan aan de gang, Richard. Yo, guys, can you turn on the other side? Everything in de container, ja? Yeah? Everything in de container. Thank you. Guys. Go, hè. Take it easy, not take it easy. Go on. Snel opruimen nou. Tempo. Nou, ik spreek de talen wel. Kom, ja. Nou. Kunnen de jongens even opruimen? Ja, zullen even een stuk opruimen. Dan pakken wij even een bak koffie. Maar ik nog geluk met die bouw allemaal op. Met een raam naar beneden. Kwam die op je hoofd, echt? Hij kwam echt op mijn hoofd. Op Park Prinsenmeer is er zo langzamerhand om de twee dagen een spectaculaire onthulling. En vandaag is dat, OMG, hou je vast, de achterkant van de camper. Ik kan niet wachten. Ik ben benieuwd naar de camper. Ja, of niet? Hoe lang heeft die sticker gezeten met jou alleen erop? Ja, niet lang. Dan wendt hij erop. Mijn schatje, hè? Oh, daar staat de camper al, zie je hem? Oh ja. Oh, hij staat er met zijn ladder al bij. Oh ja, ik zie hem. Zo, schatje. Ik ben benieuwd. Ik ook. Zo. Ik ga maar even kijken. Zo. Hallo. Hallo. Hey. Hallo, dat is Wendy. Hoi, Koen. Hoi. Ja, lekker wijfje, hè? Of niet? Ja. Oh, je hebt hem al helemaal beplakt? Ja. Oké. Okay. Dus we gaan nu de foto onthullen. Ja, we hebben alleen maar op een ontwerpje gezien, of niet? Nee, het is een hartstikke mooie foto geworden, jongens. Dus dat komt helemaal goed. Nou, nee, onthullen, ik ben benieuwd. Ja? Ja. Nou. Val niet van de trap, hè? Nee, nee. Kijk. Echt mooi, hè? Kijk eens. Nou. Kijk, zo mooi. Hè? Wauw. Mooi, hè? Ja, echt wel. Groot ook. Peter is niet alles groot, hè? Mooi koppel. Mooi koppel, zie je hem niet? Zeker. Ja, lekker wijfje, hè? Ja. Ja, deze blijft de voorlopig wel even opzitten. Ja, daar ga ik wel vanuit, hè? Ja. Nee, deze gaat eraf als een andere camper kopen. Huh? Ja. Dankjewel, vond ik leuk. Ja. Jij dankjewel dat je in mijn leven bent gekomen. Huh? Ja, dat is andersom ook, hè. Van Peter weten we dat hij een natuurliefhebber is. Harleys, camper met een V8, een Rolls. En nu wil hij vogelspotten. Oh, daar hebben we Sjaak al. Goedemorgen. Hallo. Heb je het zonnetje meegenomen? Het zonnetje in huis, hè, de witte. Ja. Wist? Ja, lekker. Je hebt dezelfde kapper als ik, dat zie ik al. Ja, ja, maar je wou gaan varen, begreep ik. Ja, maar, vogelspotten. Heb je zonnebrand bij? Want dat gaat behoorlijk branden bij jou op het hoofd. Ja, ik heb een. Die kan we wel hebben, hoor. Nee, moet je niet doen. Nee? Ik heb voor jou. Ik zal het een beetje pakken, maar je verbrandt echt levendig. Echt waar? Ja, dat wil ik je niet aandoen. Nou, dat wordt smeren dan. Kijk, hier, ik zal het netjes voor je doen. Nou, smeert er wel dik op, is niet? Nee, echt, je verbrandt echt. Dat is ook lekker zacht aan je huidje, hè? Nou, gooi hij weer in de klodder erop. Nou, start die motor maar dan. Aan onze markt moet komen.
Nou, dat is allemaal ontsprongen. Oh, daar komt hij al aangelopen. Ik zie hem al. Ja, een levende lijve. Hallo. Mark. Hoe is het? Goed, jongen. Hallo. Verrekijker bij. Ja, vogelspotten, ja. Hè? Ja. Ruikt hij naar zonnebrand? Ja, hij mijn hoofd ingesmeerd aan het verbranden, zegt hij. Wie heeft dat gedaan? Ja, die havenmeester, Sjaak. Het is een goede havenmeester, man. Hij heeft lekker dik opgedaan, hoor. Het glimt wel lekker, ja. Ja? Ja. Nou, ik hoor die motor al lopen, dus... Nou, dan gaan we. Zal ik maar varen? Dat is veiligst, denk ik. Ik heb een zwembandje om, dus... Ja. Kom maar op, we gaan. 130. Ja. Zo. Waar loopt dat ding hard? Jongen. Hey, Mark, doe het even normaal. Wat? Ja. Oh. Ben je bang? Nee, ik ben niet bang, maar... Ik hou wel een beetje van stabiliteit. Hoi, hey, Mark, even niet zitten wieberen. Ja, dan moet ik een beetje naar links gaan zetten. Hoezo? Ja, ik moet kunnen sturen. Contragewicht. Nou, jongens, kijk of ik een vogel zie. Wel rustgevend zo. Ja, vinden. Ik zie nog niks. Ik heb wel mijn aardigste wurren. En zie je al iets? Ik zie nog niks. Ja, nog op water. Ja, ik zie een grote vogel. Ja, de riemen vast, pap. Hoezo? Dan komt een boot heel hard aangevaren. Nou, er komt helemaal niks. Ja, kijk maar. Waar dan? Hé, dat vind ik helemaal niks. Film. Hij komt wel hard aanvaren, hoor. Ja? Hij komt echt hard aanvaren. Nou, hij gaat zeker hard. Heb je geen verrekijker voor nodig? Nou, achter ons. Nee, geen gauw hoer, hè? Ja, houd hem echt maar vast. Hé, nee, jongens, hou eens op. Oh, jongen, ik ben al zeiknat. Hou eens op. Ja, rechtdoor. Die kant. Ik vind er zomaar veel wind aan. Oh. Nou, ik zie een hoop vogels, jongens. En meeuwen. Ik heb hem verkeerd om. Ik denk, we komen niet dichterbij, maar ik had de verrekijker verkeerd om. Hé? Hé, gaat goed, Mark. Nee, hou eens vast. Dat gaat niet goed. Gaat het goed? Hoe moet je terugkantelen? Ja, niet terug in het water. Nee. Help! Nou, helemaal niet meer. Help! Nou, dat is helemaal niks meer. Hij is uitgevallen. Hoezo uitgevallen? Nou, je hoopt dat ik hem nog start krijg. Mark, ik wil terug.